is een illusie te denken dat de tientallen saneringsmiljoenen zomaar voor het grabbelen liggen in de sector van de gezondheidszorg. Toch stelt Zorgnet Vlaanderen 7 hefbomen voor die moeten leiden naar een rationeler beleid. Eén speerpunt daarbij is de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Ik ben Peter de Gat, ik ben gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen. Zorgnet Vlaanderen is een koepel van zorgvoorzieningen, actief in de geestelijke gezondheidszorg, in de ouderenzorg, de ziekenhuizen. We hebben in totaal 530 leden en in al die voorzieningen, grote en kleine, werken meer dan 100.000 zorgmedewerkers. Onze organisatie staat voor toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg en we werken zelf zonder winstoogmerk. Peter de Gat, wanneer u met Zorgnet Vlaanderen een evaluatie maakt van de federale regering, Dan gaat het veronderstel ik over Lorette Onkelings, vicepremier, maar vooral minister van Volksgezondheid. Ja, wat is dat eindoordeel dan? Goh, ik denk dat minister Onkelings de geschiedenis ingaat in de laatste periode van wat ze gedaan heeft voor geestelijke gezondheidszorg. Daar heeft ze een heel positief beleid gevoerd naar integratie. Mensen die met een psychische beperking zitten, heeft ze toch veel inspanningen gedaan, dankzij projecten van integratie, om die mensen terug in het gewone leven te kunnen zichzelf laten zelfstandig functioneren. Bijvoorbeeld terug aan werk geraken, terug naar huis geraken, ondersteuning bieden. Dat zijn eigenlijk heel mooie dingen die ze gedaan heeft. Ze heeft ook goede zaken gedaan rond zorgprogramma's, denk aan kindergeneeskunde en anderen. Ook op het vlak van de echte specifieke volksgezondheid, dan de veiligheid van de zorg. Denk aan de traceability van implantaten, bijvoorbeeld borstimplantaten, dat men nu in de toekomst altijd zal kunnen achterhalen waar iets misloopt in de productie van bijvoorbeeld pacemakers of zaken die men implanteert in het lichaam. Daar heeft ze echt in de diepte goed werk gedaan. Anderzijds denk ik dat we ook mild moeten zijn, omdat ze toch ook maar een dikke 2 jaar van de regeerperiode heeft gekregen. Zekere mildheid, maar ik veronderstel dat u toch niet met alles tevreden bent wat ze gedaan heeft. Wel, in termen van tevredenheid, waar we absoluut niet tevreden mee zijn, dat is de manier waarop ze onderhandeld heeft met de vakbonden en waar ze ons eigenlijk als werkgevers niet en onvoldoende heeft betrokken. Een aantal voordelen toegekend, op zich is dat natuurlijk positief. Maar de financiering ervan, die is achtergebleven en dat vinden we niet ernstig. Dus daar zijn we echt wel ontevreden over. Ik denk anderzijds dat de manier waarop de begroting is aangepakt, maar dat moeten we niet alleen aan haar toeschrijven, die methodiek is niet goed. Men heeft eigenlijk gezegd, we gaan post per post overlopen en we moeten heel snel enkele honderden miljoenen vinden. Ja, je kunt dat 1 keer doen. Maar eigenlijk is dat toch geen goede methode. En daar hebben we dan van gezegd van ja, dit kan zo niet verder. Ja, haar tegenspeler op Vlaams niveau is Jo van Deurzen, minister van Welzijn. Ja. Ook daar hebt u veel mee te maken. Absoluut. Hoe luidt de evaluatie op Vlaams niveau? Minister van Deurzen zal bijblijven als iemand die zeker voor de personen met beperkingen en ook voor ouderenzorg ervoor gezorgd heeft dat er voldoende capaciteit komt. En daar is toch een uitbreidingsbeleid geweest wat absoluut noodzakelijk was. De noden zijn ook zeer hoog en zullen ook in de toekomst zeer hoog zijn. Dus daar heeft hij echt wel een goed beleid gevoerd. Anderzijds is het ook iemand met een visie rond kwaliteitszorg bijvoorbeeld. Heeft toch in geslaagd om een aantal dynamieken op gang te brengen om de kwaliteit die in de voorzieningen wel aanwezig is, om die ook wat te stimuleren en zichtbaarder te maken en te objectiveren ook. Dus dat zijn eigenlijk toch wel heel goede zaken. Ja, u had het over die besparingen die Lorette Onkelings heeft doorgevoerd. De komende 2 jaar moeten we, om de Europese normen te halen, nog eens 10 tot 12 miljard extra vinden. Ja. Gaat u ervan uit dat de zorgsector daar terug in betrokken zal worden? Ik vind toch wel de laatste tijd een beetje hilarisch aan het worden als men spreekt over onze sector en als ik dan die miljarden hoor die men daar meent te zullen in vinden. Ik wil aan al die heel verstandige mensen toch de boodschap geven dat dat niet zo gaat. Dat zal niet zo gaan. We hebben nu in de voorbije 2 jaar een besparing van 100 miljoen in 2013 en 150 miljoen in 2014. Door die 2 cumulerende besparingen kunnen we nu vaststellen dat er 4 op de 10 ziekenhuizen deficitair draaien. Dan moet je toch niet zo verstandig zijn om te kunnen weten dat je niet met 4 miljard moet afkomen. Dat gewoon onrealistische zaken zijn die je nu hoort bij sommige academici, maar ook bij sommige politieke partijen.
Het moet een meerjarenplan worden, er moet een visie achter zitten, er moet duidelijkheid zijn waar we naartoe willen. En er moet inderdaad wel een verandering komen. En bij dit soort nieuwe systemen van financiering spreekt het vanzelf dat wij ook onze verantwoordelijkheid willen nemen voor de noodzakelijke budgettaire sanering. Noodzakelijke budgettaire sanering wil ik ook beklemtonen dat wij daar, het is misschien een beetje paradoxaal, helemaal niet tegen zijn, omdat we niet de tak willen afzagen waarop we zitten. Als de sociale zekerheid niet meer gefinancierd zou worden door een economie die goed draait, ja, dan doen we ook niet aan goed zorgbeleid. En dus in die zin zitten wij als zorgsector solidair om de noodzakelijke sanering te doen. Maar aan de andere kant zeggen we, hier kan het niet verder voor sommige maatregelen die men genomen heeft. Ja, maar inderdaad, u verwijst naar Lieve Nademans, die in zijn boek poneert dat in de zorgsector of de gezondheidszorg 10-15% bespaard kan worden. Ja. Ja, iedereen springt daar natuurlijk zeer snel op en denkt van ja, dat is toch wel de grot van Alibaba die open gaat. Ja, we staan natuurlijk wel dicht bij de realiteit en ook bij de onderhandelingen. En dan merk je hoe moeizaam het is om enkele tientallen miljoenen echt wel op een verantwoorde manier terug te kunnen besparen. De analyse van professor Annemans is juist, laat daar geen twijfel over zijn, namelijk dat we overconsumptie hebben op sommige domeinen en onderconsumptie op andere domeinen. We moeten dat rechttrekken en daar geef ik hem 100% gelijk. Alleen is de vraag, hoe doe je dat? En dan moeten we een pad uittekenen, moeten we goed weten welke doelen we willen bereiken. Ook voor alle Belgen en Vlamingen moeten politici dan ook eerlijk zijn. Men gaat niet met zoveel middelen minder dezelfde service, dezelfde kwaliteit, hetzelfde comfort kunnen bieden aan iedereen. En dat eerlijk taalgebruik, ja, dat zal ik toch alvast zorgen dat dat er is. Goed. Misschien sluiten we dan bij het volgende punt. Uw memorandum voor de volgende regeringsformateurs. Luister naar de titel Zorg op een kantelpunt. Ja. Vanwaar dat kantelpunt? Wat is er zo cruciaal? Wel, we vinden dat eigenlijk een goede titel die weergeeft waar we in ons aanvoelen vandaag voor staan. Er is zo precies een aantal dossiers die samenkomen en elementen en evoluties die samenkomen die eigenlijk roepen naar een hervorming ten gronde. Wij hebben het gevoel dat we de laatste jaren niet meer echt ten gronde gewerkt hebben in volksgezondheid en dat er nu een moment komt dat we het op een nieuw spoor moeten zetten. We willen de voordelen van vandaag behouden. We hebben een heel toegankelijk systeem. Het is een goed systeem. Mensen zijn ook heel tevreden over ons gezondheidssysteem. Die elementen die daarin prikkelend zijn en tot activiteit aanzetten en tot innovatie aanzetten, die moeten we behouden. Maar anderzijds moeten we een nieuw spoor trekken en dat is het kantelpunt. We zijn op een moment gekomen dat we het idee hebben dat de motor die momenteel draait, dat die versleten is. We kunnen daar nog wat vijfjes aan wijzen of we kunnen daar nog wat onderhoudsactiviteiten op uitoefenen, maar de motor is versleten. Er moet echt wel iets nieuws komen en ook een doel en een richting bepalen. En dat is een kantelpunt. En we vragen dus dat politici nu niet met onmiddellijke heel snelle beslissingen komen, maar dat ze ons de tijd geven om op een meerjarenplan duurzaam ons aan te passen aan de nieuwe verwachtingen. Wat mij opviel bij de lezing van uw memorandum is dat, en mensen staan daar denk ik niet echt bij stil, dat met de vergrijzing ook het ziektepatroon verandert. Mensen worden chronisch ziek, maar ze worden eigenlijk multiple chronisch ziek. Ze gaan aan verschillende chronische ziekten tegelijkertijd lijden. Absoluut. Meer dan 50% van de mensen die ouder zijn dan 65, hebben meer dan 3 aandoeningen tegelijk. Dat is dan zo iemand die bijvoorbeeld valt, een beenbreuk heeft of een bekkenbreuk heeft, maar die tegelijk suikerziek is of die tegelijk misschien beginnend dementerend is. Allerlei aandoeningen die men cumuleert, die op zich niet allemaal heel erg hoeven te zijn, maar waar je een ander soort geneeskunde voor nodig hebt, waar verschillende disciplines samen de problematiek bekijken en dan een goede oplossing voorstellen aan de patiënt en aan de gebruiker en aan de cliënt. Het is een soort geneeskunde waar het eerder op herstel gericht is en op goed functioneren van mensen op basis van keuzen die mensen zelf ook maken. Ja, en dat staat eigenlijk haaks op een ander model. Dat pleit voor verregaande specialisatie in geneeskunde. Ja. Dat zegt van de kankers worden zeldzamer, worden beter genezen, maar we moeten ons daar nog dieper in specialiseren. Exact. En dat is natuurlijk een heel andere richting dan die globale zorg. Het is heel paradoxaal. En het interessante van de evolutie is dat je de twee tegelijk ziet. En de uitdaging voor onze sector is dat we aan de ene kant naar die chronische zorg
ons moeten heroriënteren, maar aan de andere kant, wat u net zegt, naar de meer specialistische geneeskunde ook een antwoord moeten geven. Dat antwoord zal ertoe leiden dat we in de ziekenhuizen afspraken maken. Dat ziekenhuizen onder elkaar afspreken welke toptechnologie of welke topprogramma men ontwikkelt en complementair met een ander ziekenhuis. Het zal als gevolg hebben dat de mensen soms het wat verderop zullen moeten zorg gaan zoeken. Daartegenover zal dan wel staan dat ze gegarandeerde kwaliteit hebben en dat ze in een centrum komen waar echt wel de expertise aanwezig is om die ziekte te bestrijden. Denk inderdaad, u geeft voorbeeld van kanker, denk ook aan bepaalde vormen van kinderoncologie of cardiochirurgie of zeldzame ziekten of dure technieken. Zaken waar iedereen met gezond verstand van zegt, dat moet je concentreren. Maar voor de chronische zorg moeten we ook ziekenhuizen blijven hebben over heel het landschap, basisziekenhuizen die goede zorg geven voor een heel brede laag van de bevolking, die ook niet altijd heel ernstig ziek is, maar waar je door dat en dankzij dat aanbod goede zorg kan blijven verstrekken. Waar je ook op wijst, is dat de zorgstructuur moet verschuiven eigenlijk, meer naar de zorgbehoevende toe en minder naar het zorgaanbod. Absoluut. We moeten alleszins erkennen dat we gestart zijn vroeger met een aanbodgericht systeem. En de financiering prikkelt daar ook toe. Het aanbod vergroten. En als je een aanbod vergroot, dan komt de vraag wel. We moeten meer en meer omkeren. We moeten eigenlijk meer vertrekken van wat heeft een gebruiker, iemand die ouder is, iemand die een problematiek heeft van geestelijke gezondheidszorg, of noem maar op, gelijk welk voorbeeld. Goed analyseren wat is voor die persoon de juiste oplossing. En van daaruit vertrekken en dan een aanbod creëren en eigenlijk bijna toesnijden naar die patiënt of gebruiker toe om een juist antwoord te geven. Dus geen overzorg, geen overshooting, geen dingen doen die niet nodig zijn. Daar zullen ook de middelen niet meer voor zijn. Maar anderzijds ook mensen die soms zorg uitstellen. Wat we nu zien, zorgen dat we die mensen ook bereiken, want daar is toch een grote groep van mensen die door soms die onduidelijkheid het alsmaar uitstellen om naar een arts te gaan. Er is dus ook voor sommige doelgroepen onderconsumptie aan zorg. En daar moeten we ook een actief antwoord op geven. Ja, dat sluit eigenlijk aan bij een beetje actualiteit. Ja. Mieke Vogels heeft een boek geschreven, een kritisch boek, waarin ze zegt dat een aantal zuilorganisaties dat niet willen doen, die verschuiving weg van het zorgaanbod. Ze willen alles bij zich houden, zegt ze. Ja, ik kan dat begrijpen dat ze dat 20 jaar geleden zou gezegd hebben. Ik ben trouwens van dezelfde generatie als Mieke Vogels. Ik heb het dus allemaal ook meegemaakt en zij zelf ook. Ik heb veel appreciatie voor haar, voor wat ze gedaan heeft de periode dat ze minister was. Ik vind op vandaag dit verklaringsmodel eigenlijk niet meer juist. Ik vind dat achterhaald. Ik vind niet dat je vandaag nog kan spreken dat de verzuiling dit allemaal beheerst. We zitten in een markt waar het de grootste uitdaging is om met schaarse middelen de goede medewerkers te vinden, zorgmedewerkers te vinden, om een antwoord te bieden op die alsmaar toenemende noden. Dat lijkt mij een veel relevanter punt te zijn. En dat punt, daar moeten we de zorgsector in de picture plaatsen. Moeten we een aantrekkelijke jobs kunnen bieden voor heel veel mensen die zowel zorgende interesses hebben, maar ook technische interesses en vaardigheden hebben. We hebben eigenlijk voor iedereen heel interessante jobs. En dat lijkt mij de grote uitdaging te zijn voor de zorg voor de toekomst. Om voor die grote populaties met goede professionals, goede artsen, goede verpleegkundigen, goede therapeuten, om daar antwoorden op te bieden. Doet men dat via overheidssystemen, dan kennen we de voor- en de nadelen daarvan. Doen we dat via commerciële systemen, dan zal het blijken dat de mensen die goed kunnen betalen daar altijd maar beter bij zijn. En dat mensen die niet kunnen betalen uit de boot zullen vallen. Wij pleiten voor een not-for-profit systeem. En wij pleiten ervoor dat de winsten die men maakt in zo'n voorzieningen en in zo'n organisaties, dat die verplicht geherinvesteerd worden in de zorg. En dat lijkt me toch een heel mooi model te zijn. Ja. Voor ik tot de hefbomen kom die je opzond in uw memorandum, wil ik nog een ander punt aansnijden. Een raakpunt tussen politiek en tussen uw werkveld. Ja. Eigenlijk een ethische vraag. Mm-hmm. Als er minder middelen zijn, moeten er keuzes gemaakt worden. Hè? Men maakt dan dikwijls misschien een beetje een gratuite vergelijking van een 85-jarige die een nieuwe knie gevrecht wil om de Mont Ventoux op te rijden. Mm-hmm. Moeten artsen die beslissingen nemen over die besteding van middelen? Of is het politiek die moet zeggen van, je moet die middelen zo en zo, die schaarse middelen, op die en die manier besteden? Ik zou alleszins ervoor pleiten dat er
op niveau van het parlement eigenlijk, want het is toch normaal gezien daar dat de grote oriëntaties moeten gebeuren, dat we een cultuur creëren om daar te kunnen over debatteren. Ik weet dat dat heel lastig is. Ik zou het ook niet formuleren in de zin van iedereen die ouder is dan 75 jaar, die mag niet meer dit of dat. Daar waar men dat in andere landen zo geprobeerd heeft, is men ervan teruggekomen. Bovendien, budgetair, lost dat ook niet zoveel op. Anderzijds moeten we open durven praten over keuzes in de zorg. En ik vind het dan soms ook te lastig dat men alle keuzes in de zorg gewoon naar beneden duwt en dat men degene die dan oog in oog met de patiënt zit, zegt van ja, u moet dat dan maar oplossen onder elkaar. Dat vind ik eigenlijk niet fair. Ik vind dat we als samenleving soms moeten durven zeggen, kijk, dit soort zaken blijven terugbetalen en andere zaken betalen we niet meer terug. Of dit soort keuzes maatschappelijk maken dankzij een goed debat. En ook misschien nog aan toevoegen, dankzij een wetenschappelijke onderbouw ervan. Want als we dat goed in evidence-based termen vertalen, dan kunnen we misschien ook weten welke waarde we voor ons geld hebben of wat je als gewonnen levensjaar hebt, welke kwaliteit je daarvoor hebt en hoeveel de kostprijs daarvan is. Ja, maar is het relevant van ja, een investering in geneeskunde en een mens af te wegen tegen de winst aan kwaliteits... Nee, er bestaan technieken voor de qualies, noemt men dat. Je moet dat natuurlijk allemaal met een korreltje zout nemen. Je kunt natuurlijk ook niet zeggen dat, aangezien de prijs niet kan bepaald worden, dat we dus bij gevolg oneindig veel middelen hebben. Dat is ook niet zo. We moeten toch hoe dan ook keuzes maken. Alleen is de manier waarop we keuzes maken, daar mag iets aan verbeterd worden. En het begint toch met erover te praten en te objectiveren en niet op emotie voor te gaan. Nu is het toch een beetje zo dikwijls dat er een casus zich voordoet. De media brengen dat goed in beeld en dan staat iedereen met terug tegen de muur en zegt, ah, dat hebben we toch niet gewild. Eigenlijk moet men daarop anticiperen en op een juiste richting plaatsen. Misschien ook nog aan toevoegen dat dit geen Belgisch probleem is. Hè. Het is eigenlijk een probleem van alle OESO-landen. En ik pleit er toch ook voor dat voor een aantal zeldzame aandoeningen, waar we misschien zelf zeggen, kunnen we dit nog wel oplossen, dat we misschien op een echelon van Europa wel oplossingen kunnen bedenken. Wat in België zeldzaam is en in andere landen ook zeldzaam is, kan je misschien groeperen op Europees niveau en een aantal exclusieve centra ontwikkelen om precies ook voor dit soort problematieken een antwoord te geven. Ja, goed, oké. Laten we dan eens kijken naar die hefbomen die je noemt als belangrijke instrumenten. Ja, en de eerste daarvan is eigenlijk een cruciaal gegeven, dat is de ziekenhuisfinanciering. Ja, ja. Waarvan u zegt van, we moeten die veranderen, want dit kan eigenlijk zo niet langer. Ja, ja. Ja, meestal beginnen zo gesprekken met de financiering. Nu vonden ze het toch al goed dat we zeggen, het doel is de patiënt. Het doel is goede zorg geven. En een financiering is een middel. En als we dat goed voor ogen blijven houden, dan denk ik dat we al de helft van de oplossing kunnen hebben. We hebben het daar pas gehad over indicatiestelling en over goede diagnosestelling. De volgende stap is een goed antwoord geven. De kenmerken van ons huidig financieringssysteem in de ziekenhuizen, die kennen we, de goede kanten ervan. Maar vooral ook de overconsumptie die in technische prestaties zit, dat kan niet verder. Daar moeten we echt wel dringend iets aan doen. Dit zijn middelen die ook gemeenschapsmiddelen zijn. Bijvoorbeeld ook wat wij dan noemen de commerciële klinieken, die ontstaan buiten de ziekenhuissettings, waar sommige artsen zich ook laten verleiden om daar naartoe te stappen en daar op een meer geregelde manier hun geneeskunde te kunnen uitoefenen. Persoonlijk heb ik er al een begrip voor die mensen die daarvoor kiezen, maar maatschappelijk is het geen goede keuze. Daardoor gaat in de ziekenhuizen natuurlijk artsen weggetrokken worden en de continuïteit van zorg komt in gevaar. Men gaat moeten een systeem bedenken dat ervoor zorgt dat dag en nacht, 7 dagen op 7, er continuïteit beschikbaar is voor als mensen iets voor hebben. En dus die financiering zal daar moeten op inspelen, zal het moeten bevorderen dat men in zo'n settings van ziekenhuizen actief blijft en dat we daar de goede artsen blijven voor aantrekken. En als ik dan zeg goede artsen en goede verpleegkundigen, dan is het ook daarmee meteen gezegd dat we naar parameters moeten om kwaliteit te meten en dat we die parameters ook zichtbaar moeten maken. Ik denk dat veel zorgverstrekkers daardoor gaan gemotiveerd worden om goed werk te leveren. Vandaag is goed werk leveren een beetje te veel van heel gefragmenteerde activiteiten doen. Een consultatie, een technisch onderzoek, een cardiologisch onderzoek, een radiografieonderzoek, een labo-onderzoek. We moeten er eigenlijk naartoe dat men zegt, al die kleine deelaspecten van een zorgproces, we gaan dat wat globaliseren
En we gaan een resultaat beogen en we gaan dat ook meten dat dat resultaat er is. Dat lijkt mij een veel verstandiger benadering te zijn. Ja, maar als we kijken naar die financiering concreet, die gebeurt nu op twee pijlers. Uit de algemene middelen, zoals men het noemt. Ja. En een deel bijdragen door artsen. Artsen geven een deel van hun honoraria af aan de ziekenhuizen. Ja. In ruil voor het gebruik van logistiek van die ziekenhuizen. Ja. Maar dat verhoogt de druk op die artsen natuurlijk. Om meer te presteren, om meer bijdragen te leveren. Dat is een beetje een vicieuze cirkel die je wil doorbreken. Absoluut. Maar wil dat zeggen dat die artsen dan minder honoraria moeten vragen? En ook minder moeten afdragen aan die ziekenhuizen? Ja, ik wil absoluut niet dat artsen globaal minder overhouden aan hun job. Hè. Dus dat wil ik zeker niet. Twee dingen daarover. Ik vind wel dat de inkomens heel, heel ongelijk gespreid zijn. Uiteindelijk zijn het allemaal grotendeels specialisten die vijf jaar na hun zeven jaar gestudeerd hebben, heel verantwoordelijke functies hebben. Het is niet uit te leggen dat de ene vijf keer meer verdient dan de andere. Dat kun je niet goed begrijpen. Anderzijds, het afdragen is geen goed systeem. Ik heb het ook altijd moeilijk om dat in het buitenland uit te leggen dat iemand van zijn loon moet afstaan om de organisatie waar hij werkt te laten functioneren. Ik zou een zuiver systeem voorstellen waarin heel het logistieke, alles wat met apparatuur en economische aspecten te maken heeft, dat een financieringstroom krijgt die tenminste de kosten daarvoor vergoedt. Eens we daarin slagen, ja, dan kunnen we de passende honoraria bepalen voor artsen die, ik herhaal het, globaal gezien niet lager mogen zijn dan vandaag. Maar dat is een plan dat de regering al had en dat is misschien toch nog een puntje dat niet aangevat is, de zogenaamde herijking van de nomenclatuur. Iedereen weet dat dat verouderd is en iedereen weet dat we dat eens gaan moeten opnieuw tunen aan de moderne manieren van werken. En dat gaat natuurlijk niet gemakkelijk gaan, het is een gevoelige plek. De nomenclatuur is de registratienummering van prestaties die gekoppeld is aan de verloningen. Ja, inderdaad, de nomenclatuur is eigenlijk het, er zijn 6000 zo'n nomenclatuurnummers, heel gefragmenteerde kleine dingetjes. Ik herhaal het, we moeten er naartoe dat we dat wat meer globaliseren en in functie van bepaalde patiëntendoelgroepen bepalen. Goed, er is nog veel werk, waar er ook nog veel werk aan is. Er zijn de uitvoering van de zesde staatshervorming. Ja, die moet nu geconcretiseerd worden. Voor ouderenzorg is dat toch met belangrijke verschuivingen van bevoegdheden. Desalniettemin blijft er wel wat kritiek, want men had gepleit voor homogene bevoegdheidspakketten. Ja. Zeker wat ziekenhuizen betreft, wordt het eigenlijk toch weer iets minder transparant. Ja. Men vraagt mij dan, is het glas half vol of half leeg? Wel, het is half vol. Laat ons daar duidelijk in zijn. Die zesde staatshervorming is voor Vlaanderen een kans. We hebben het als Zorgnet ook lange jaren gevraagd. Wel, het is er nu. En ik wil het voordeel ervan toch eventjes beklemtonen. We kunnen nu geïntegreerde zorg organiseren binnen één gemeenschap. En wat is geïntegreerde zorg? Dat wil eigenlijk zeggen dat mensen die ouder worden, dat alles gedaan wordt om hun leven zo in te richten dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven, thuis kunnen verzorgd worden, dat er goede thuiszorg is, dat er tussenvormen van zorg gecreëerd worden, dat er ook een samenleving, ook in termen van ruimtelijke ordening, hoe men huizen bouwt, hoe men veilige buurten ontwikkelt, hoe men de mobiliteit organiseert, dat zijn allemaal bevoegdheden van de Vlaamse gemeenschap. Opleiding en werk, dus al die bevoegdheden zijn essentieel om voor een ouder wordende bevolking de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Daarvoor vind ik dat we wel kunnen spreken van een homogeen bevoegdheidspakket voor ouderenzorg. Geestelijke gezondheidszorg is het wat minder duidelijk. Daar betreuren we wel dat de psychiatrische ziekenhuizen federale materie blijven. Dat anderzijds alles wat ambulant is en integrerend is, dat daar dan Vlaamse materie is. Maar dat anderzijds de financiering, ik ga het niet ingewikkeld maken, voor de ambulante projecten 107, dat die dan toch federaal blijft, dat is een beetje verwarrend. En voor de ziekenhuizen is er een positief punt dat de middelen voor de bouw gegroepeerd worden onder één minister in de gemeenschappen. Anderzijds is dan een klein beetje onduidelijk en dat moet uitgeklaard worden wat de bevoegdheid voor erkenningsnormen precies is. Dat is niet helemaal duidelijk, dat gaan we nog moeten uitgeraken. Globaal is mijn evaluatie positief. Ik zie het als een mooie uitdaging en ik roep iedereen op om schouder aan schouder die kans te grijpen. De omstandigheden zijn nu zo dat we niet te veel tijd meer moeten steken in van de beste der werelden gaan uitvinden. Ik zou zeggen, dit ligt nu op tafel, laat er ons alleszins mee beginnen met de middelen die we nu hebben.
critici zeggen dan van, ja, die ouderenzorg gaat naar Vlaanderen, ja. Maar dat is nu ook wel het duurste aspect. De verrijzing slaat het zwaarst toe in Vlaanderen. Ja. Eigenlijk is dat een pad in de korf, want we krijgen veel bevoegdheden, maar met weinig middelen er tegenover. Ja. Dat is technisch niet juist. Hè. Dus het is wel zo dat in de evolutie van de middelen men rekening houdt met de verouderingsgraad van per gemeenschap. Dus als de Vlamingen eerder vergrijzen, dan wordt dat ook in de verdeling van de middelen verrekend. Dus dat is zeker juist. Niet juist om dat zo te stellen. Anderzijds is het wel zo dat er bezuinigd geworden is, algemeen, naar alle gewesten en gemeenschappen, heeft men de middelen afgetopt. Dus je kunt natuurlijk twee houdingen dan hebben. Je kunt zeggen, ja, maar waren we federaal gebleven, dan hadden we totaal geen bezuiniging gehad. En nu hebben we die wel. Maar als we nadenken, dan weten we dat dat eigenlijk niet waar is. Ook indien die materie niet was overgeheveld, ja, dan had er toch ook gesaneerd geworden. Dus ik vind het niet zo'n punt. Alleen is de vraag, met de middelen die nu in Vlaanderen overgaan, hoe gaat Vlaanderen daar beleid mee voeren? En hoe zal men zorgen dat men zuinig en efficiënt werkt? Maar anderzijds ook de middelen die nodig zijn, hoe men die gaat binnenkrijgen. Twee grote opties. Je kunt aan de kant van de middelen, kan je zeggen, we gaan rond de belastingen werken. Die bevoegdheid heeft Vlaanderen nu, is dus overgedragen. Ofwel kan je voor een zorgverzekering opteren. Dat heeft zo toch wel mijn lichte voorkeur. Omdat ik dan denk dat mensen die zo'n premie betalen van zorgverzekering, dat dan ook de willingness to pay, de bereidheid om ervoor te betalen, zal doen toenemen als mensen ook iets voor in de plaats krijgen. Dat lijkt mij een goede invalshoek te zijn. Ja, het is inderdaad een belangrijke problematiek, volksgezondheid, waar veel middelen mee gepaard gaan. Ja. Onze tijd is jammer genoeg om. Laat ik afsluiten met nog één vraag. Minister Onkelings is al twee mandaten na elkaar minister. Ja. Zou het nuttig zijn dat zij terug dezelfde mandaat krijgt? Of zegt u van, het is misschien wel tijd voor verandering? Het mag wel eens iemand anders zijn. Ik denk dat dat democratie is en dat er nu en dan eens andere mensen in bepaalde posten moeten komen. Ik vind dat een gezond principe. Zonder daarom op de persoon van Onkelings iets verkeerd te willen zeggen. Het is een heel sterke minister geweest, maar ik denk dat verandering goed is. Ja. We zullen zien wat er uit de stembus komt op 25 mei. Bedankt voor de analyse op dit moment. Veel plezier. Had.